Op het moment dat jij met een aantal partijen dingen wilt realiseren en je vecht elkaar de tent uit, ja, dat is geen flitsende start. En daar zijn we ook niet blij mee. Het mag knetteren, het mag schuren, maar aan het einde van de rit moet je wel zorgen dat je de gezamenlijke stap verder doet. En op het moment dat je nu zegt van ja, we komen er niet uit, college, los het op. Ja, dan spenderen wij hier een uur. Dat vind ik helemaal niet erg. Alleen, dit gaat ons maanden kosten om dit op te lossen. En dat is tijd die we niet hebben. Dus we spelen nu met iets waar we niet mee moeten spelen. Marco de Kat van Leefbaar Almere. Een hele hoop partijen die spreken hun zorgen uit. U eigenlijk helemaal niet, hè? Nee, dit is wat ik het eindspel heb genoemd. En daarmee bedoel ik dat als je als politiek allerlei dingen verwacht en daarover gesproken hebt, dat er ook een moment komt dat commerciële partijen daarmee aan de slag moeten. En daar hoort dit gewoon bij. Dus die mensen zijn het gewoon nog niet eens. En wij hebben gewoon dingen besteld en die moeten gewoon geleverd worden. Er zijn contracten voor. Maar komen ze daadwerkelijk? Dat is toch wel de vraag volgens mij die nu voor ligt. Nou, weet ik veel. Maar dat is toch niet waar ik over ga. Wij hebben gewoon iets besteld en we hebben een leverancier uitgezocht. Die moet dat leveren. En of die leverancier dat zelf gaat doen of dat die het iemand anders laat doen. Maar als u een nieuwe keuken bestelt en de leverancier die levert niet, dan begint u zich toch wel zorgen te maken, denk ik. En dan begint u toch wel telefoontjes te plegen, misschien een advocaat in de arm nemen om ervoor te zorgen dat het wel geleverd wordt. Er zijn dan toch wel stappen die gezet moeten worden. Ja, het verschil is alleen dat ik die keuken heb besteld bij mijn huis. En ik heb dat huis gekocht bij iemand en die moet er gewoon voor zorgen. En anders krijgt hij op zijn dondertje. En dat werkt hier niet anders. Er zijn procedures om uit dit soort situaties te komen. Die hebben we afgesproken, die moeten we gewoon volgen. En dat moeten we niet doen als wij als gemeenteraad ineens allerlei oplossingen moeten bedenken, want dat hoeven wij niet. Toon van Dijk van de PVV, vraag die hier een beetje voorbij kwam vanavond is, hoe erg is het nou? Moeten we blij zijn dat die Floriade BV de poot stijf houdt, zodat daar misschien alsnog hele mooie duurzame gebouwen komen? Of is het toch een tegenvaller dat ze er niet uit zijn gekomen? Wat is het wat u betreft? Nou, het is een enorme tegenvaller. Het betekent dat showcase woningen die nodig waren voor partijen om daar die tentoonstelling te houden tijdens het Floriade evenement, dat die gebouwen er niet komen. En het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat een andere partij binnen de tijd die ons nog rest wel met innovatieve woningen gaat komen. Want is u duidelijk geworden waar precies die spanningen onderling over zijn gegaan? Waardoor ze er niet uit zijn gekomen? Nou ja, dat in zoverre dat de Floriade BV kennelijk heeft gezegd dat de woningen zoals ze nu door Amvest zijn gepresenteerd niet voldoende zijn om het Floriade-verhaal voldoende te kunnen vertellen. Maar wat dat Floriade-verhaal is, dat weet ik niet.